Frank Buijs ging naar de Dam en liet ons zien wat er gisteren allemaal gebeurde. Met veel muziek en veel optredens en indrukwekkende figuren. Yeah.
mooie actie. Waarom staat u hier? Ik sta hier omdat ik vind dat de politiek in Nederland ernstige schade aanricht. Er is een totale geldontwaarding. 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog is er nog steeds een chronische woningnood. En dan het ergste van alles, vrije onderneming! Waar is het gebleven? Vrije onderneming! Dat de gemiddelde mens iets kan doen. Die mogelijkheden zijn nu uitgesloten. Alleen maar de multinational. Als laatste redding van een falende economie. Ik heb gezegd. Bedankt. Ja. Tot ziens. Oké, tot ziens. En dan van de 5 mei-viering naar de fietsdemo van 1 mei, waar we toch even op terug willen komen. We laten u hier zien hoe de politie een relatief kleine groep fietsdemonstranten, die geregeld een demonstratie houden om het autoverkeer tegen te gaan en de fiets wat te profileren. Hoe de politie hier met behulp van paarden, hier eigenlijk zonder veel aanleiding, een heel klein groepje demonstranten met heel veel ook fietsende politieagenten eromheen, eventjes te lijf gaat. Wat u hier ziet is, naar onze mening, dierenmishandeling aan de ene kant en uitlokking. En als u dan nog weet dat een aantal van deze demonstranten op het eind wegens belediging, en de politie wist niet te zeggen wat voor belediging, zijn opgepakt en gearresteerd, dan vraag je je af, wat is hier aan de hand? Wie provoceert je? Wie lokt je eruit? Deze agent op dit paard is duidelijk bezig te provoceren.
We laten het straks nog een keer zien. En u kunt er iets tegen te doen door een brief te schrijven naar de commissie politieklachten Amsterdam-Amsteland. Amstel 1, 1011 VN. En te zeggen, dit kan toch niet. Maar, zoals vaker, die commissie, we laten het hier nog een keer zien. Die commissie zal achteraf wel zeggen, ja, we hebben onderzoek gedaan, maar we hebben niet kunnen uitvinden wie nou die agent was. Nou, kijkt u even goed. Het zijn deze mensen op deze paarden die absoluut onterecht en agressief hier tekeer gaan. Die fietsers gaan gewoon aan de gang en die paarden worden gebruikt als wapen. Nou, slecht voor de paarden, slecht voor de mensen en heel slecht voor het image van de politie. Als er zo in Amsterdam wordt opgetreden, dan gaat het nog eens goed uit de hand lopen. Wilt u hier iets aan doen? Stuur dan een brief naar de commissie politieklachten Amsterdam-Amsterdam op het stadhuis. Amstel 1 1011 VN Amsterdam. Of bel die mensen. Of bel de dierenbescherming. Maar dan toch maar weer de feestelijkheden bij Carré. Frank Buijs en Erik van der Muizenberg ontmoeten hier Fabiola. Die staat te wachten tot de muziek begint. Terwijl er op de achtergrond de debatten lopen. Daar gaan we dadelijk kijken. Niet alleen de rijken die slapend rijk worden. Er was nog een actie voor de beurs. Voor de mensen die allemaal slapend rijk worden. Hè. Actie tomaten. Nog bij geweest. Ondersteund. Allemaal slapend rijk worden. Dat kan toch niet. In een land waar het economisch goed gaat, moet het voor iedereen goed gaan. Toch? Er was voor het grote afsluitende bevrijdingsconcert bij Carré dit jaar duidelijk wat minder ophef. Misschien ook wat minder mensen. Er waren minder straten afgezet. De overlast was duidelijk minder. Maar er waren toch nog wel flink wat mensen die kwamen kijken. Terwijl binnen in Carré dus de zogenaamde lijsttrekkersdebatten aan de gang waren. We laten u een stukje zien. Misschien een beetje flauw, want het is vandaag verkiezingsdag. Maar we waren er dus een stukje Amsterdams politiek gewoel midden in Amsterdam, natuurlijk voor de landelijke verkiezingen. En toen mochten we via de achterdeur naar binnen, waar we hier Bolkestein in levende lijven zien, gisteravond tijdens het verkiezingsdebat. Waar hij het opnam tegen een aantal andere lijsttrekkers. In Carré dus. En dat heeft er iets mee te maken. Dat heeft te maken met de condities in die landen, in het bijzonder de dictatuur die daar heerst. En ontwikkelingshulp kan niets, vermag niets uit te richten tegen dictatuur. Kan niet. Het gaat om mensen in die landen, niet om dictaturen. Ja, er zijn een heleboel mogelijkheden, ook in dictaturen, om mensen in die landen te bereiken. Mag ik u verzoeken? Bij het begin van dit thema, er is wel iets gebeurd dit weekend. Er is een euro gekomen en er is ook gedebatteerd of meneer Duisenberg 2, 4, 6 of 8 jaar president moet worden van de Europese Centrale Bank. En ik las de scherpste commentaar, geloof ik, van meneer Rosemary, die zei een aanfluiting. Ja, kijk, wat ik een aanfluiting vond het afgelopen weekend,
dat is dat 12 minuten gesproken is over zo'n belangrijk besluit van de invoering van de euro, zonder dat daar bijvoorbeeld in Nederland een referendum over kan worden gehouden. En dat er vervolgens 12 uur moet worden gedebatteerd tussen regeringsleiders en staatshoofden voor die ene man of dat ene bestuur, wat dan de leiding van die centrale bank. Ik vind dat een aanfluiting voor de politiek. Thank you.
Wat gaat u nou stemmen morgen? Een vlaggetje. Dank u wel. Ik heb het niet.